Doe eens lief. Doe eens aardig. Nou, doe het nou eens een keer, verdomme. Leuke opening. Welkom bij Inspirerende Headspot. Weer een nieuwe aflevering over hoe maken de wereld nu een beetje leuker. We gaan het hebben over aardig doen. Als je naar jezelf kijkt, naar je eigen gedrag. Hoe eenvoudig kan je de wereld een beetje leuker maken door je gedrag te veranderen? En als je gedrag al oké is, vooral niet veranderen en doorzetten. Ondanks dat de ander een ander gedrag laat zien. Ik heb een buurman, die is niet van het hallo zeggen, laat ik het zo maar benoemen. En elke dag zeg ik hem gedag, al een hele tijd. En laatst zei hij een keertje gedag terug. Weet je, dan is mijn dag geslaagd. Dat vind ik superleuk. Het is een soort van hobby van mij om mensen te verleiden om ook positief gedrag te vertonen. Maak je daar de wereld leuker mee? Ja, zeker weten. Veel leuker. Dus ik zou je willen aanmoedigen om vol te blijven houden. Om altijd gedag te zeggen tegen mensen en niet gedag. Maar met een blij gezicht. Je geeft namelijk met jouw glimlach een cadeautje aan iemand anders. En de zomer staat weer voor de deur. Weet je wat? In deze video is het een beetje een video over aardig doen. Maar ik dacht, ik doe ook even een boekrecensie. Eventjes twee boeken die ik aan je wil tippen. Voor de vakantie, als je denkt van ja, ik moet nog een boek kopen die ik mee wil nemen. Nou, deze. De ene is een recensie, die doe ik zo meteen. En de ander heb ik nog niet gelezen, maar daar kijk ik ontzettend naar uit om zelf te lezen. En dat is dit boek, 29 geschenken, hoe een maand lang geven je leven kan veranderen. Nou, dat is natuurlijk helemaal in lijn zoals ik dat wil en doe. Niet alleen wil, maar ook doe. Ik hou van geven. Dus dit boek ben ik mega benieuwd naar. Ik ga er niks over zeggen verder. Ben jij ook benieuwd? Koop hem! Dan lezen we hem samen deze zomer. Maar stuur me dan even een berichtje alsjeblieft via de mail, want dat is leuk. Leuk om samen dan uit te wisselen. Wat vind jij ervan enzovoort. En dan het boek wat ik je van harte wil aanbevelen. The Guide to Being Awesome. Dit is eigenlijk een soort van lijst. 100 ideeën om de wereld leuker te maken. Eigenlijk is dat de inhoud van dit boek. Willekeurig idee. Even kijken. Tip 77, gebruik je verbeelding. En dan wordt er allerlei dingen over geschreven. Tip 75, start met je hart en creëer dingen. Nou, noem maar op. Het is een boek vol comedy en plezier geschreven en gecreëerd. Dus hiervan krijg je in ieder geval zelf gegarandeerd een glimlach op je gezicht. Terug naar ons hoofdonderwerp, aardig doen. Hoe doe jij dat? Vind je het moeilijk? Vind je het makkelijk? Gaat het je super makkelijk af? Of moet je er keihard voor werken? Laat in een reactie rondom deze video weten. En nu ik dit zeg, wil ik je bedanken voor alle reacties die je de afgelopen tijd op mijn video's hebt gegeven. Super gaaf is dat hoe steeds bij elke video weer andere mensen reageren. Het zijn dus niet steeds de vaste kijkers of zo, maar elke keer zijn er weer andere mensen die reageren. En dat is wel superleuk. Laten we samen de wereld, door aardig te doen, nog mooier maken. Elke dag een beetje verder en mooier. Dat was hem voor deze week. Ik zie je volgende week, donderdag, bij een nieuwe video. Zie je deze video, maar ben je nog niet geabonneerd op de mail? Zorg dat je dan dat doet, want dan krijg je hem gewoon lekker in je mailbox. Hoef je niet meer te zoeken. Elke donderdag krijg je dan een mailtje van mij. En hoe en wat, de link onder deze video op YouTube, staat het allemaal in. Bye bye, tot volgende week.